computertip van deze maand gaat over Excel. En wel over het zoeken en opsporen van fouten in formules en uiteraard hoe je dat kunt corrigeren. Als eerste een hulpmiddel om te kijken of je wel met de juiste cellen rekent. De uitkomst in deze cel is 0 en het had eigenlijk de prijsverhoging moeten zijn van 3% op basis van deze prijs. Als je in de formulebalk klikt om de formule te bewerken, dan zie je met gekleurde randen met welke cellen er gerekend wordt. Je kunt natuurlijk het celadres aanpassen, maar je kunt ook je muis op zo'n rand zetten, deze muisvorm afwachten, dan slepen en dan zie je vanzelf dat hij het celadres aanpast. En dan is het wel de juiste formule. Excel heeft ook de mogelijkheid van automatische foutcontrole. Die staat standaard aan. En is te herkennen aan een driehoekje die je in één keer bij een bepaalde cel ziet staan. Hier zie je een cel met een driehoekje. Als je die cel selecteert, zie je hier een pictogram. En als je daarop wijst, zie je welke melding Excel heeft over de inhoud van deze cel. In dit geval is de cel opgemaakt als tekst. Nou, het is natuurlijk de bedoeling dat het een gewoon getal is, dus je kunt dan hierop klikken en zeggen, converteer het maar naar een getal. Het driehoekje hier komt omdat deze formule afwijkt van de rest van de formules rondom hem heen. En zo kun je dat eventueel corrigeren. In dit voorbeeld zie je hier een foutmelding. Door hierop te klikken zegt hij, er wordt gerekend met een onjuist gegevenstype. En hier kun je niet direct de fout corrigeren, maar je kunt wel eventueel de berekeningsstappen weergeven. In het laatste voorbeeld tenslotte zie je hier een driehoekje staan. En als je dit aanwijst, zie je dat Excel constateert dat er aan deze cellen die hij optelt nog een ander getal ligt. Hij vraagt zich af of je die cellen daarbij moet bewerken. Nou, in dit geval is dat natuurlijk niet de bedoeling, dus kies je voor fout negeren. Een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de opbouw van een werkblad kun je vinden op het tabblad Formules in de groep Formules controleren. Als ik bijvoorbeeld deze cel selecteer, dat is een cel met een formule, dan kan ik door te zeggen broncellen aanwijzen, zien welke cellen input leveren voor deze formule. Deze cel wordt gebruikt en die cel wordt gebruikt. Met pijlen verwijderen kan ik die pijltjes weer weghalen. Zo kan ik bijvoorbeeld ook zeggen, deze cel, waar een waarde in staat, in welke formules wordt dat gebruikt? Dan kan ik zeggen, doelcellen aanwijzen. Hij wordt gebruikt in die formule en als ik nog een keer klik, uiteindelijk ook in die formule. En ook hier kan ik de pijlen weer verwijderen. Op hetzelfde tabblad Formules, bij Formules controleren, zie je ook een optie foutcontrole. Dat lijkt een beetje op de automatische foutcontrole, waarbij je zelf actief op zoek moet gaan naar groene driehoekjes linksboven in een cel. En als je deze gebruikt, gaat Excel eigenlijk op zoek naar fouten die hij vindt. En hij selecteert de cel, doet verder precies hetzelfde, constateert in dit geval dat het getal opgeslagen is als tekst. Ik converteer het naar getal en Excel gaat automatisch over naar de volgende. De formule wil ik graag kopiëren vanaf de bovenkant. En ook dit is weer een cel met een getal. Hier zie ik een foutmelding staan. Ik kan er op dit moment niet zo heel veel mee, dus ik klik even op het kruisje. Via het menutje bij de foutcontrole kun je ook zeggen, wijs maar aan waar de fout vandaan komt. En dan geeft Excel met pijlen aan welke de broncellen vormen. En dan zie je dus inderdaad dat hier een cel staat met een tekst in plaats van een getal. Dus als ik hiervan maak 19%, is mijn probleem opgelost. Pijlen verwijderen. Een ander hulpmiddel kan zijn om in plaats van de resultaten van de formules in het werkblad de formules zelf weer te geven. Dat kun je doen met formules weergeven. Kolommetjes worden tijdelijk wat breder. Je ziet wat de formules zijn en wat de constanten zijn. En met hetzelfde knopje schakel je weer terug naar de eindresultaten van de formule. Vooral als een formule wat ingewikkeld is en er bijvoorbeeld andere functies in functies gebruikt zijn, dan is het soms lastig om een formule terug te lezen en eventueel te kijken waar de fout zit.
In zo'n geval kan formule evalueren helpen. Je selecteert een cel met een ingewikkelde formule. Je klikt op het knopje formule evalueren. En dan gaat Excel die formule stapje voor stapje doorlopen. Het eerste is in dit geval dat deze getallen bij elkaar opgeteld worden. Het resultaat hiervan, evalueren, is dit getal. Dan gaat Excel kijken wat staat er in D2. In D2 staat 3500. Gaat hij dit evalueren? Is dat groter dan dat? Dat is waar. Vervolgens gaat hij naar het volgende stukje toe, want dan gaat hij E3 evalueren. Ben je benieuwd wat er in E3 staat? Kun je eventueel klikken op overstappen? Dan zie je dat hier staan. Daar staat 3,5. Met terugstappen ga je weer verder met formule evalueren. En zo kun je stapje voor stapje die formule evalueren, totdat je het eindresultaat ziet. Ten slotte nog iets over kringverwijzingen. Wat is nou een kringverwijzing? Nou, je ziet hier aan de onderkant staan kringverwijzing in E9. Dat betekent dat er in cel E9 een kringverwijzing staat. Als ik die cel bekijk, dan zie ik dat er gerekend wordt met E2 tot en met E9. E2 tot en met 9. En dan zie je dat er in die berekening opgeteld wordt, maar dat de cel waar de formule zelf staat, E9, ook meegenomen wordt in de optelling. Dat betekent dus dat hij bij het berekenen in een kringetje zit. Dat kun je dus oplossen door het zorgen dat hij niet rekent tot en met E9, maar dat hij rekent tot en met E8. En dan zie je keurig de goede uitkomst. Helaas staat hier aan de onderkant nog steeds kringverwijzingen, maar nu staat er niet meer bij welke cel. Dat betekent dat er op het huidige werkblad geen kringverwijzingen meer zijn, maar dat er in dit bestand nog wel ergens kringverwijzingen zijn. Hoe kun je die nou opzoeken? Via het tabblad Formules kun je bij Foutcontrole het menutje openen en dan zie je hier staan kringverwijzingen en dan zie je dat er een kringverwijzing staat op blad 2 in cel B8. En door hierop te klikken ga je daar naartoe. En hier zie je eigenlijk eenzelfde soort kringverwijzing staan. Tot zover de tip van deze maand. Graag tot volgende maand.